Na dit inspeelwerk gaan we beginnen aan het eerste officiële stuk, genaamd A Springtime Celebration van Alfred Reed. A Springtime Celebration, het feest van de lente, is gecomponeerd in opdracht van de Tanri High School Band of Nara, Japan, en hun dirigent Kikuo Atarashi. Dit ter gelegenheid van het 55-jarige bestaan van het orkest. Alfred Reed dirigeerde het orkest op de première. A Springtime Celebration zet het lenteseizoen om in muziek. Het seizoen dat symbool staat voor de jeugd, schoonheid en het nieuwe leven. Het eerste deel van de ouverture is een uitbarsting van energie en vreugde in het hele orkest. Dat overgaat in een vrolijke, zangerige melodie, allereerst in de klarinetten en later bij de andere houtblazers. Dit vrolijke deel bouwt naar een climax, waarna het langzaam weg hebt naar het gevoelige tweede deel. Het tweede romantische thema klinkt voor het eerst in een unisono, spelende horens. De andere instrumenten komen er geleidelijk bij, waardoor de gevoelens van geluk van de eerste dagen van de lente te horen zijn. Een lang akkoord in het fluiten sluit dit deel af, waarna het blijde, ontstuimende thema van het eerste deel weer te horen is. Met de vreugde en energie van de ontluikende lente eindigt A Springtime Celebration. Dames en heren, gaat u luisteren naar Harmonie Semper Avanti uit Tegelen onder de leiding van Jacques Claessens. Thank you.
Als tweede stuk kunnen we gaan luisteren naar Petite Suite Espagnole door Gerard Boudin, een compositie uit 1961. Gerard Boudin was een Nederlands componist wiens grote verdienste was dat hij authentieke literatuur schreef voor harmonie en fanfareorkesten. Het werk bestaat uit 4 delen. Het eerste deel, Introduzione Festivo, het tweede deel, Danza Espagnole, het derde deel, Habanera, en deel 4, Passo Doble. Dames en heren, gaat u luisteren naar Harmonie Sempre Avanti met het stuk Petite Suite Espagnole onder de leiding van Jacques Claessens. Thank you.
Als derde en laatste stuk gaan we luisteren naar Isles of the Blessed van Bert Appelmond. Deze compositie is geïnspireerd op het Keltisch gedicht The Voyage of Bran. Dat vertelt over Bran, zoon van Feeble, die samen met zijn metgezellen op zoek gaat naar The Other World of the Isles of the Blessed, waar de zon altijd schijnt en men alleen voorspoed kent. De delen The Isle of Joy, Land of the Women, en The Feast worden telkens gecombineerd met The Song of Other World, die als een soort leitmotief fungeert. Een intrigerend en fantasierijke compositie van Bert Appelmond. Dames en heren, gaat u voor de derde keer genieten van Harmonie Sempre Avanti uit Tegelen met het stuk Isle of the Blessed onder de leiding van Jacques Claessens.
Dames en heren, Harmonie Semper Avanti uit Tegelen onder de leiding van heer Jacques Klaasens. Dank u wel. U hoorde Harmonie Semper Avanti altijd vooruit uit Tegelen en daar komt hij, de dirigent Jacques Klaasens. Mag ik even storen, Jacques Klaasens? Ja, tuurlijk. Ga eens even hier staan, alsjeblieft. Ja, mag je zeggen? Camera, hè, zeker. Mag je zeggen? Ja, graag. Je weet het, hè. 1993. 1993, wat was even voor de kijkers en de luisteraars? Toen was jij eigenlijk een soort ingehuurde muzikant, als jonge gast.
Tijdens het WMC. Wereldmuziekkoor Kerkrade. Fanfare, Koninklijke Fanfare Concorde, Ullestraten. Ik was toen dirigent. Ullestraten, ja. Eerste divisie. Eerste divisie. We spelen Passion et Tendresse en ook Avalon van der Roost. Avalon, fantastisch. En we hadden nog iemand nodig. En we hadden een paar mensen van Nieuw Einde. Die spelen overigens nu nog steeds. Varen Nieuw Einde, ja. Ja, en die zeiden, nou, we hebben Bios en een jong. Dat is een multitalent. Ik wil het niet over mij hebben. Ik wil het over Semper Avanti hebben, Jacques. Je zei oké, tussen de delen door. Oké, je lachte. Vreugde. Was het dat ook? Nee, ja, je komt net koud natuurlijk, of warm of heet, of hoe je het wil zeggen. Ja, heet, hè. Nou ja, weet je. Genieten op een of andere manier. Ja. Beleven misschien. Jawel, dat probeer ik ook natuurlijk. En dat doe ik ook. En dan gaat al licht wat mis. En, goed. Ik, dat oké, dat is ook ter ondersteuning van bedoeld, hè. Mentale ondersteuning. Dat wil niet zeggen dat alles oké is, hè. Ja, maar je begint zelf over dingen, er gaat ook wat mis. Maar dat eerste vraag, was er beleving? Want ik sprak Pierre Kuipers, jurylid, tijdens de lunch bij zijn soep. En je weet, Pierre Kuipers, het gaat mij om beleving, zegt hij altijd. Er moet beleving in zitten. Zat er beleving in? Dat ik het dan zo vraag. Daar waren momenten bij, absoluut. Ja. Klaassen, zak. Ja, ik zit niet in. Ben je nog ingehouden of zo? Ja, weet je. Ik denk dat we dat toch wel gedaan hebben, ja. Goed, kijk, weet je. Ik blijf altijd leren. Ik heb ook van de vorige week geleerd. Ik heb ook dingen teruggeluisterd. Bizarre dag. Qua uitslagen? Ja, qua uitslagen, maar ook heel goed gespeeld. En dan zie je toch ook heel veel jonge dirigenten met hele goede dingen, zeg maar. Hè? Opvattingen? Opvattingen ook. En ook dingen loslaten. Ik probeer dat ook. Maar soms, weet je, het één orkest is er nog niet rijp voor of zo. Of het ligt aan mij, want ik heb het misschien niet op tijd losgelaten. Omdat ik probeer, misschien weet je dat nog, ik probeer het onder controle te houden, maar dat is niet altijd ten gunste van de muzikale uitvoering eigenlijk. Soms ja. Er is altijd een wijfel of een twijfel. Ja, er zit een wijfel. Kijk, ja, het is derde divisie en daar bedoel ik niks verkeerds mee, want ze doen het naar behoren, dat gaat niet om. Aan de stukken ook. Je hebt het niet makkelijk gemaakt? Nee, heb ik niet, zeker niet gedaan. Je hebt een reis meegenomen naar verschillende steden eigenlijk. Ja. En verschillende plaatsen op deze wereld. Ja. Programmatisch geprogrammeerd. Dat werk van Boudijn, dat is van 1961. Dat van Riet, dat is van 1990. En ik denk Isle of the Blast 2013 of zoiets. Ja, goed, omdat... kijk, een concours is natuurlijk belangrijk, maar je hebt ook een educatieve taak en je probeert toch allerlei stijlen los te maken. Want dat wil ik ook zeggen. Ik wou zeggen eigenlijk, wauw, wat een tof korps qua aantal en qua jonge gasten. En dan wil ik niet die ouderen vergeten, want dat doen we misschien wat te vaak. Maar ontzettend toffe jonge gasten volgens mij die altijd vooruit willen, Semper Avanti willen. Toch ook wel de ouderen moet ik eerlijk zeggen. En we hadden toch zeker 20, 25 die voor het eerst op concours zijn gegaan van de jeugd. Kijk, dat wist ik. Omdat, we hebben eigenlijk één concours optreden overgeslagen. Omdat we eigenlijk niet... Dus het is 8 jaar geleden dat jullie zijn geweest? Ja, dat zou kunnen. Ja, en we hadden niet de bezetting ervoor, aan de baskant met name. En die is er nu, met een mooie gestreken contrabas. Die heb ik ingehuurd, hè. Oké. Dat is mijn zoon toevallig. Maar, Wat wel tof is een man die heeft altijd eerste altsaxofoon gespeeld. Die zegt 1,5 jaar geleden, we moeten daar wat aan doen. Want ik heb 2, 3 jaar zonder bas gerepeteerd. Hij zegt, ik wil wat bas gaan studeren. Hij is nog aan het beginnend, eerlijk gezegd, maar hij heeft meegedaan. En tof dat hij dat op zich heeft genomen. Ter verantwoording voor de vereniging. Dat geeft toch aan dat dit een verenigingsmens is. Dat is mooi. Dat is dus, onderling wordt er dus contact gemaakt. Maar hoe krijg je dan jonge leden erbij? Meedoen aan zo'n of in zo'n harmonie willen spelen? Ja. Meedoen aan een concours, 2 vragen eigenlijk. De jeugd die er nu zit er toch al een tijdje. Het zijn wel nog jonge mensen allemaal. Die wilden eigenlijk best wel eens graag op concours, inderdaad. En zegt Jacques Klaassens? Ik zeg dan, voor mij hoeft het niet per se, maar weet de consequenties. Want dat hoort namelijk, vind ik, ook bij de opvoeding. Maar dat wil ik dus weten, wat zijn die consequenties? Ja, de consequenties zijn eigenlijk dat je extra repetities hebt. Ja, en eigenlijk, kijk, als je muzikaal bent, is het eigenlijk een way of life. Je moet eigenlijk, zoals je 's ochtends, als je haren hebt, zeg ik dan, de haren kant. Zo moet je ook liefst dagelijks repeteren en oefenen op je instrument. Wil je vooruitkomen? Ik ben jaren beroepsmuzikant geweest. Ik 2 dagen niet speelde, kon het eigenlijk niet permitteren. We staan gewoon aan de beste saxofonist van Europa en omstreken te kijken, lieve mensen. Nee. Zijn mij horen. Ik ben al 10 jaar uit het orkest, maar dat wil je niet meer horen. Maar in ieder geval, ik weet wel die ervaring, dus dat kan ik wel overbrengen. En hoe breng je dat dan over?
brengt zo'n klas ja, erop? Ja, ik probeer dat te zeggen, maar dat is vaak vervelend. Omdat eigenlijk moet je jezelf niet altijd het voorbeeld stellen. En je kinderen ook niet, want ik heb toevallig 3 professionele... Zetgebouw, en andere grote orkest. Ja, dus dat... Maar dat doet hij toch, dus hoe doe je dat dan? Ja, om het soms te vergelijken met sport. Hè, soms is men heel enthousiast, de muziekcommissie zegt, ja, we moeten dit of dat. Ik zei gisteren nog bij de generaal, ik zeg, als je 1 meter hoog kan springen, dan is het een hele tour om je PR te verbeteren naar 1,5 meter. Kom je dan met een stuk aan wat 1,50 meter hoog is, dan moet je soms afremmen. En soms heb je ook wel eens dat ze met een stuk aankomen van 60 centimeter. Dan zeg je, ja jongens, hallo, er mag er 1 bij zijn, maar we moeten ook een paar rond de meter of hoger. Begrijp je mijn beeldspraak natuurlijk. Hè? Dus er moet een uitdaging zijn. En soms willen mensen meer, zeker in deze tegenwoordige tijd. Want ze horen overal, kunnen ze de mooiste muziekjes vandaan aan. En denk je, oh, maar dat ken je veel hoog. Nee, dat ken je nog niet. Dan moet je ze in remmen, in kneden, in... Soms moet je ze remmen. Structuren brengen. Ja, en een andere keer moet je ze natuurlijk stimuleren. Ik begin zelf over sport, dat is wel mooi. Derde divisie Harmonie bestaat uit 1 Limburgs korps. Die is net geweest, namelijk Harmonie Sempravanti, waar jij voor staat. En dan komen er 2 uit Brabant, uit Os en uit Maarden. Ja. Nou, leuk. Het is VVV tegen PSV en tegen Eindhoven, zal ik maar zeggen. Ja, ja, kijk, ja, ik zie het. Ja, het is een concours. Concours met een wedstrijd, uiteraard. Op. Maar ik ben niet gaan scouten bij hun om te kijken van wat kunnen ze. Ja, je bent met je eigen vereniging bezig en je probeert dat zo goed mogelijk te doen. En ja, Maarden ken ik wel een beetje van vroeger. Want ik heb daar in de buurt een beetje gewoond. En, in de pocket, hè? Ja, nou ja, goed. Waarom niet? Het is denk ik leuk voor hier dat ze komen. En ze zullen het ook best goed doen. Waarom niet? Maar is dat een stimulans nog extra misschien? Heeft dat meegespeeld? Ik denk het niet. Nee, ik denk het niet. Want wat willen jullie dan? Is het jullie APK-keuring, zal ik maar zeggen? Hoe staan we in de derde divisie? Of gaan we toch naar de promotie kijken? Nou, kijk, omdat we dus eigenlijk de vorige keer gepromoveerd zijn naar de tweede divisie en niet zijn gegaan, zijn we teruggegaan. Ook weer een stapje teruggegaan, niet gezegd die tweede? Nee, dat mocht niet, hè? Oké, omdat je overgeslagen, klopt, ja. Dan ben je er al gedrigeerd. En ja, ik denk dat dat ook op zich verstandig is. En, terugkomen op de vraag, APK-keuring of promotie? Nou ja, toch te kijken waar je staat. En ja, wat dat wordt, weet ik niet, daar heb ik geen idee van. Wat is het gevoel tot nu toe? Heb je er een beetje over na kunnen denken? Ook al moet je met mij praten, dan hebben we het over verschillende zaken gehad. Maar wat hebt er nu een beetje, wat blijft er nu een beetje hangen? Nou, het ligt ook aan hoe je presenteert, hoe je werken uitkiest. Hè? Dus ik heb, ja, nogmaals, ging ook wat mis natuurlijk. Maar ik kies zo'n werk uit dat je niet, ja goed, je probeert het beste uit het orkest te halen en ook het beste te laten horen uit het orkest. Ik weet dat jij dat weet en je wil ook een verhaal altijd vertellen. Ja, nou ja, daarom. En ik denk dat dat aardig gelukt is, in die zin. Moet ik... Nee, ik zou langer. Oké, sorry. Ja, ik dacht dat ik op mijn poker zat. Nee. Maar ga door. Ja, en... ik dacht dat het aardig gelukt was, zeg. Ik denk dat dat aardig gelukt is. Er gingen ook wat dingen mis natuurlijk. En ja, god. Wat is dan mis? Omdat je er toch altijd zelf op je komt. Ja. Stemming? Nou, zeer persoonlijk. Ja. Kleine dingen? Discount af en toe natuurlijk. Dat blijft moeilijk tot in de hoogste divisies, dat weet je. Ook wat verkeerde inzet was er even en zoiets. Maar... ja, ik denk wel dat het ons gelukt is om ja, netjes, dat klinkt eigenlijk verkeerd, hè, want je wil muziek maken, maar toch dat de speermanieren in orde zijn. Beleving, zoals Pierre Kuipers zei. Ja, de speermanieren zijn goed, er zijn geen uitschieters, eentje speelt er bovenuit of dat soort dingen, dus het is allemaal goed verzorgd. Mooie klanken in de ondergeschreven, dat moet ik wel zeggen. Oké. Horenstof. Ja, ja. Nou, vind ik ook eigenlijk, die mannen en 1 dame, en dat zijn de gewone... bijzondere mensen. Maar gewoon... Die hobby uitoefenen. Ja, en er zijn een advocaat bij en van alles. En geweldig. Maar die gewoon hun hobby uitoefenen. En die dat dus uit liefhebberij doen. Dus men is tevreden met als men een mooie eerste prijs heeft in Tegelen of? Ik denk het wel. Ja. En daarna? Ja, daarna. Straks is feestje en eten en zo. Hè. Ja. En daarna, als dat geweest is, als het koekoe voorbij is? Nou, kerstconcert meteen weer door? Of nee, wat willen? Nou, we hebben over 3 weken hebben we een mes. En dat is eigenlijk de Cecilia Mis, maar dit jaar is het ook, ik zit niet in de carnavalsfeer, jij misschien af en toe wat meer, maar volgens mij ook... Van 11. Ja, CBL zegt dat iets, of wat is dat ook alweer? CBL. Ja, nou, in ieder geval, Thea Marie komt met ons in de kerk zingen en dat soort dingen. En de opening van de... Christieviering dan voor de opening van de carnavals. Ja, ook ja. Ja. Wauw. Ja. Ja, dat doen we. En dan gaan we sjoenkelen en dan gaan we andere dingen. Ja, dat weet ik niet, ja. Dat weet ik niet, maar in ieder geval... Maar dat is dus ook wat zo'n korps in een gemeenschap als Tegelen doet? Nou, dat doen ze eigenlijk heel veel. Eigenlijk doen ze dat heel veel. Ja, promsconcert geven of themaconcert of musicalachtig en dat soort dingen. Daar zijn ze ook heel goed in het organiseren ervan. En ja, goede artiesten erin, daar heb ik steun van. Hè. Dat, ja, daar heb je... Zit wel snor in Tegelen?
Ja. En vanavond of straks in de middag, laat ik het zo zeggen, tegen 3:30, 4:00 kan dat alleen maar versterken? Ja, goed. Kijk, het werk is gedaan en de rest. Kijk, daarom ga je op solist of op concours. Ik bedoel, ik ben vaak genoeg geweest, misschien al in de 30 keer. En ik heb ook al eens gehad, ik dacht, nou ja, een beetje karig. Maar ik heb ook al eens gehad, toen ik het terug hoorde, ik denk, hoe heb ik in godsnaam zoveel punten kunnen krijgen? Dus, ja, het wordt wat het wordt. Laten we het daar midden zitten, misschien. Ja, dankjewel, Jacques Klaassen. Stof je weer te zien en te zien dirigeren en bezig te zijn met muzikanten. Dankjewel. Graag gedaan. En complimenten voor jullie programma, want het is wel een promotie voor de blazerkerk. Toch? Blaasmuziek, sorry. Ja. Toch mag het in 2016 gewoon laten zien? Ja, geweldig, geweldig. Zeg dat nog eens tegen de mensen. Ja, ja, ja. En ik hoop dat het aanstekelijk werkt. Ik vind het überhaupt ja, geweldig dat jullie het doen. En jij doet dat al jaren. Nee, maar dat is zo. En ja, ik hoop dat het meer mensen ook enthousiasmeert om ja, bij blazerkesten te gaan of slagwerkgroep of wat dan ook. In ieder geval... Heb je niet betaald hiervoor om dit te zeggen? Nee, nee, absoluut niet. Absoluut niet. En, laat je op het rust gaan naar je korps. Ja, misschien is dat belangrijk. Dankjewel, Jacques Klaassen. Ja, zo zie je. Jacques Klaassen die meteen over fouten begint, maar ook zegt, ja, dat was ook weer tof en ook weer niet. Maar hij moet tegen de Brabanders. Jacques, de Brabanders komen nou eraan, hè? Ja. Twee Brabanders, één Limburgs korps, dat was jij, nou de Brabanders. Geef ze misschien even voor, gewoon vriendelijk een goede hand gewoon. Dat kan hier in Limburg. Ga die maar, hallo.